vandaag. Wauw, bizar joh. Dat is echt te gek. Hebben jullie zin in het concert? Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe vlog. Vandaag begin ik met een serie waarin ik het Nederlands Blazersensemble volg op weg naar het gaafste concert van het jaar, namelijk het nieuwjaarsconcert in het Concertgebouw. Vandaag gaan we een kijkje nemen achter de schermen. We gaan namelijk kijken naar een repetitie en dus blijf zeker kijken. Nou, ik heb een kopje thee. Ik hoor al wat. Ik ben echt super benieuwd hoe het klinkt. Ga op je rol af. Ja, aan de vegetarische tafel nota bene. Hebben we hier een beetje leuk licht? Ja, we hebben wel een leuk licht. Hoe gaat het, Bart? Heel moeilijk te zeggen, want ik ben heel erg nieuwsgierig of het allemaal zo lukt zoals we het allemaal bedacht hebben. Ja. Want tot nu toe is het alleen het proces geweest dat we het in elkaar hebben gezet in het hoofd. En dat we allemaal stukken hebben laten schrijven. Maar nu zijn we dus nu begonnen, vanochtend, met echt spelen. En nu pas gaan we voelen of we gaan werken. Ja, en dit eindjaarsconcert, hoe vaak heb je dit nu al gedaan? Ik heb echt geen idee, maar het zijn er zeker wel 20 of zo. Wauw, bizar joh. Dat is echt te gek. Nu heb ik gehoord dat er altijd een thema verbonden is aan het nieuwjaarsconcert. Klopt. Kun je daar wat over vertellen? Ja, we hebben dit jaar gekozen voor het thema Lang zullen we ronddraaien. We gaan een ode brengen aan die aardbol waar we met z'n allen op leven. Waar we geboren zijn, op dood zullen gaan. En waarop ontzettend veel meer mooi, bijzonder, fascinerend leven is dan alleen wij zelf. Ik heb zin om nog de hele dag mee te lopen en nog verder te luisteren. En ik verheug me enorm op het concert. Nou, super bedankt. Dankjewel Bart. Dankjewel. Zin in het concert? Yeah! Nou, dit was echt een topdag. Heel gaaf om een dagje mee te lopen en te kijken bij de repetities. Ik heb echt onwijs veel zin in het concert. En zij natuurlijk ook. Dus ik verheug me enorm. En ik ga nu weer door met filmen, want er komt al heel snel weer een nieuwe video aan. Dankjewel voor het kijken. Doei!